Goed, Luc ter Haar, Jordi van Workum, Ruud Dijkstra, Martijn Mulder, Tom den Heijer, Tom van Vliet, Max Dauma, Marijn Schepenkamp, Bas Meijer, Sam Koster, Mark Middelkoop, Twan Berlijn, Kevin van der Horst, Sebastian Zepova, Teun de Wit, Nicolo, ja, hij heeft zelfs zijn achternaam gezegd, maar ik was hem alweer vergeten. Harm, dan hebben we Mike Drochtron, Kevin Spronk, Kasper de Gier, Wessel Horlings, Tom Mars, Ronald Haasjes, Ricardo van der Horst, Matthijs Jansen, Thijs Kalfhof, Kevin Kalfhof, toegevoegd, Kasper. Michel Enkhoorn, is dit ook zijn toegevoegd, van? Martijn de Boer, en we hebben toegevoegd ook Kevin Vloos. En die dacht, kom, ik ben net warm gedraaid, laat ik alvast maar. Ja, hij zei van, gaan we net lang door tot hij vol is of zo. Dus die start moet je ook wel een beetje op hem richten, hè? Het trekt de hele boel naar voren. Heeft hij niet gezegd. Zeven rondjes positie zoeken. Betekent dat we weer de bel gaan laten klinken op 43. Punten gaan weggeven. Op 42. Ik hoor van de dame met het ronde bord en bel dat we gaan bellen. Dat betekent dat we bij 43 zijn aangekomen. En is het Mark... Ja. Mark Middelkoop. Nee, kom. Hoe heet hij nou? Ja, het is wel Mark Middelkoop, hoor. Ja, wel Mark Middelkoop. Moest even kijken. Pakken allemaal anders. Die jongens, die herken je niet meer. Nieuwe pakken. Moeten we allemaal nieuw. Kijk, Jordi van Workum, die rijdt nog steeds in hetzelfde pak. Hij is rijdt serieus wel redelijk. Ja, al je er zo uit. Voorin, hè? Ik had gewoon in Heerenveen ook even twee, vier rondjes verder moeten gaan. Dan zou ik hier ook tussen, hè? Ik wil net harder moeten rijden. Geweld en punten weggegeven. En de eerste keer punten ging naar 2.11, 2.38. En nou gaan we wederom punten weggeven. En die gaan naar... Oké, attention. 5.05, please stop the race. Waarom? Ja, hij kwam alleen over zijn lijn, ja. Ja, nou, dat is toch waarschuwing? Sinds wanneer doen ze niet meer aan waarschuwingen dan? Ja, het is race optima forma en dat betekende even toch wel een... waarschuwing voor 5.05 en 2.11. Ja, ja. Nu is het wat? Racen op optima forma. Zoals dat heet. Gaan we. Punten. Die is ook goed gaan rijden, jongen. Maar rijden. Ja, echt. Nee. 3.13 pakt 2 punten. En ook Tom den Heijer met 3.26 pakt een puntje erbij. We gaan weer bellen, dat betekent dat we wederom punten weg gaan geven. En Tom de Heijer, die heeft de hele winter geoefend op het ijs. Marathontjes rijden, af en toe een puntje pakken. Lekker in die B-groep meegereden. Af en toe eens even, mocht hij volgens mij ook met de A meeschuiven. Ja, dat doet hij goed. Hij is loeisterk, die gozer.
pakt hier ook wederom 2 punten. Emmerij Schepenkamp. Ja, pakt toch weer een puntje. En dan kunnen we zien dat de jeugd er begint aan te komen. De nieuwe mannen in het veelaton. Ja, echt hè. En die mannen moeten allemaal natuurlijk een beetje doorschuiven. Volgens een touwtje in te zoeken. Gaat dat gaatje dichten voor deze mannen. 3-13, 2-3, of 113, 3-26. Dat is de doorkomst. Gaan deze mannen de punten verdelen of gaat het peloton reageren op deze twee jonge knapen? Het kan, het kan, het kan, wordt aangeroepen. Dus ga nog maar een keer. We gaan die punten weggeven voor Tom. 3-26 en Marijn Schepenkamp. Klopt, Tines. Ik kom er veel snel uit, jongen. Zo. Maar dan gaat dat gaspedaal open. Niet alleen bij Tom Den Heijer en Marijn Schepenkamp. Nee. Het zijn Martijn Mulder en onze Sebastian Zilla. Gastrijder. Vorige week ook al kennis gemaakt met de Heerenveense grond. Lekker arm. Dat die onderuit ging. Mooi. En toch, wederom, een klassering. Punten net naar 191, het 5-0-5. Nieuwe kansen, nieuwe punten. Wie gaat hier nu racen voor de volgende punten? We zien Van Workum, we zien Ruud Dijkstra, mannen. We zien ook Luc de Haar. Zie dan je hier meteen lekker doortrappen. Nee, de rest is ook helemaal dood nu. Kom, arm plakken! Zien we daar Van Workum. Hij pakte 2 punten. Deze kan je nooit meer 21 bij, pakte 1 punt. Ja, Tom, ja, Tom rijdt nog wel redelijk. Kom, arm, kom, Dines! Doortrekken, Kasper! Ik wil verlaten. Fucking Mike drinkt bij Frank Vierberg, ook bij die rij. 2.96, graag de wedstrijd verlaten. Nee, tijd rijdt voor een achter. Dankjewel. Ik vind hem echt niet goed hoor. We zien hoe die instart. Kom Rico! Kom aan! Weer gebeld. We terugkeren, gaan we weer puntjes verzamelen. We hebben een kopgroep van toch wel een aantal mensen. En ondertussen vallen de heren bij bosjes af. Oh, goed. Is dat punten afval? Nee. Alleen punten. De mannen komen eraan onder leiding van Rob Harm, blijven wij, hè, kom! Matthijs Jansen, graag stoppen. Heel goed, dankjewel. De wedstrijd wordt hier voor een knijterhard gemaakt. Met onder andere Mark Middelkoop, Jordi van Workum en Luc ter Haar. Probeer een beetje te herstellen. Op Ronald. Nou, net zo.
En de mannen hebben echt de snelheid erin zitten. Die worden aan alle kanten zijn ze bezig met een grote slag. Denk erom, heren, daarachteraan niet aankoppelen bij de kopgroep. Alsjeblieft, rij je eigen race. Hey Mark, vorige week zo slecht, hè? En nu rijdt hij zo goed. Dat betekent als de mannen worden gelapt, worden jullie eruit gehaald. 130, 295 en 32 graag de wedstrijd verlaten. Martijn de Boer. Martijn, donder even op, man. Kopgroep nog steeds op jacht. ...234... graag Jordi. Wedstrijd Jordi verlaten. Ja, echt hè? 393, ook graag de wedstrijd verlaten. Michel. Jullie hebben je goed ingezet. Netjes arm. Hoi, Tines. Ja, leuk. Ja, die Ito en die Colombiaan rijden niet verwacht. Dik over de lijn. Rijdt Jordi naar alles op kop? Ja, Luc de Raar en Jordi van Workum zijn een slijtageslag aan het uitvoeren. En pakken wederom punt naar punt. Met z'n arm. Met z'n tweeën. Gewoon op. Tieners, je moet niet op een ronde worden gesteld, anders ben je in puntgebied. Heeft hij punten? Hij heeft punten, ja. Ja, hij heeft punten, maar hij heeft wel maar twee punten. En de koopgroep bestaat uit twee mannen, Luc ter Haar en Jordi van Workum. Daarachter zit het zogeheten peloton onder leiding van Ruud Dijkstra. En dan krijgen we een groepje met zes mannen onder leiding van Marijn Schepenkamp. En ja... Die moeten hard rijden. Al stil. Niet op kop. Willen zij niet, op kop. Niet gepakt worden door het grootste groepje. Het peloton dus. Lekker man. Helemaal voor. Hij gaat voor die paar gram richting. Ik krijg toch 76. Yo, hard! De mannen gaan er overheen. Maar wat doet het peloton? De kopgroep. Jordi van Workum, Ronald, ja. En Luc ter Haar. Hoe komt hij daaraan? Ja, gehaald. Waarom rijdt hij op de pauta dan? De tweede groep. Ja, hij is de groep niks. Onder leiding van... Tom Ronald! Ja, hier rijdt Bartels, dat hier toch ook onder, ja, die rijden, ja, op Mark Middelkoop, ja. Nu. Kom Roon, ik ga naar een groepje toe. Ja, redt hij niet. Jordi van Workum, hij gaat nog steeds aan de leiding. Daarachter is het Luc ter Haar. Maar dan is het niet de groep die daar achter Luc ter Haar zit. Nee, het is de groep hier al die een beetje opgesplitst is. Maar onder andere met Ruud Dijkstra. Wel voor de laatste ronde voor Jordi van Workum.
De bel voor de laatste ronde voor Luc ter Haar. En dat betekent nog niet de laatste ronde voor... Kom, Roon! Nog eentje! Maar wel een laatste ronde. Laatste ronde voor Teun de Wit, voor Ruud Dijkstra en consorten. Roon moet nog oppassen. Laat. Winnaar Jordi van Workum. Tweede wordt dan Luc ter Haar. En dan gaan we hier strijden voor het laatste puntje. En volgens mij gaat hij naar twee.